Yo, beste kijkers van YouTube kanaal, vandaag weer een nieuwe video en vandaag is jullie War Thunder. Want ik had pas geleden verteld dat ik War Thunder ook op mijn PC had. Is ook niet zo lang geleden. Ik heb nu net 2 dagen of 3 dagen of zo. Jullie zien ook dat ik nog maar net level 3 ben. En ik vond het zo'n leuk spelletje dat ik gewoon dacht van, hier moet ik 1 keer een video van gaan maken. En vandaag gaan we natuurlijk een War Thunder vanuit de lucht doen. Je kunt ook met tanks, maar ik heb ervoor gekozen om lekker een potje te gaan vliegen. Ik heb 4 vliegtuigen klaarstaan. En ik zou zeggen, let's do this. Ik ben benieuwd hoe het gaat. Here we go. Zo, daar zitten we al eindelijk in de lucht. En dan we zullen het zo gaan zien. Ik ga mijn eerste doel attacken. En meer hoef ik ook heel even niet te doen. Ik denk wel dat ik heel verstandig een beetje naar mijn eigen teammembers toe ga. Want alleen in gevecht gaan, dat is nooit verstandig. Je ziet ook hoeveel andere tegenstanders er in de lucht zitten. Wow. Mayday, mayday. Waarom vloog die gast tegen me aan? Hij heeft zichzelf er toch ook alleen maar mee? Maar ja, als ze daar logica in zien, dan moet ze daar gewoon logica in zien. Er zijn wel altijd de mindere dingen die ik op zich, ja... Ik heb altijd zoiets van, waarom tegen elkaar aanvliegen? Je moet wel een beetje opletten. Het is natuurlijk wel tactisch, want je speelt er zo ook een tegenstander ermee uit. Dat moet ik wel eerlijk toegeven, maar ja, je bent zelf je eigen vliegtuig ook kwijt. Nu kon ik niet zien of hij zelf ook aan het neerstorten was. Daar ging ik wel van uit, maar dat weet ik dus niet zeker. En deze heb ik al een paar keer mooi geraakt. Even kijken of ik de bocht net zo scherp als hem kan maken. Ik ben er bang voor van niet. Ja, en ik zit er weer recht achter. En lekker aan het hitten. En ik word ook geraakt. Nee, en hij vliegt weer tegen mij aan. Waarom? Hij is zelf ook een vleugel kwijt. Oh, vervelend dit. Tweede keer dat ze gewoon tegen me aanvliegen. Nou, hopelijk heb ik nu een wat betere battle. En hoop ik dan ook echt dat ze niet tegen me gaan aanvliegen. Natuurlijk, je weet het never nooit, maar ja. Ben benieuwd. Ik ga hem taggen, op hem ga ik af. Hij is al trouwens bijna neer, zie ik. Maar ja. En is hij eruit gegaan? Dat zou ik niet weten. En dan gaan we eens even kijken wat we hier allemaal kunnen gaan neerschieten. Ik zie dat daar eentje op de grond staan, zo'n idee heb ik. Hem daar. Of hij vliegt heel erg laag, dat kan natuurlijk ook. Maar is hij ook achter een andere teammember van me aan het vliegen? Yep, dat heb ik goed gezien. Nee! Oeh, bomen! Oh damn, nu is mijn vliegtuig beschadigd. Maar is niet goed. Ik had nog geluk dat ik nog door kon vliegen. Ik had ook gewoon finaal kunnen crashen. Kom op, kogels, herlaat. Ik wil kunnen gaan schieten. Ik wil die kill hebben. En hem had ik wel weer flink raak. Maar ik kan amper naar rechts sturen. Mijn vleugel is kapot, mijn vleugel is kapot. Kom op, omhoog, omhoog. Oeh. Dit is zo gevaarlijk dit. Ik ga weer mooi naar eigen terrein toe. Hier is ook echt gewoon niet meer mee te vliegen.
Gaan we daar achter naartoe? Ik wil een beetje mijn benzine proberen te besparen. Want er was net, dacht ik, een lek erin, maar nu zie ik het nergens meer in terug. En dan ga ik proberen te landen, want ik dacht op het moment dat je ging landen, dat je je vliegtuig weer kon laten maken. Nu gaat landen heel moeilijk worden, denk ik. Yep. Ja, dat was weer een fatale crash. Jammer. En dan pakken we ons allerlaatste vliegtuigje erbij. En het wordt nog spannend. We hebben net wat minder levens over dan hun. Dus ik ben heel erg benieuwd wie dan daar gaat winnen. Ik ga hem taggen. En ik ben bang dat we gaan verliezen. Hun zullen vast en zeker alles op alles zetten. Om ons compleet de grond in te gaan boren nu. Maar ik ben heel erg benieuwd. Je weet het never nooit. Ja, nu hebben we echt bijna niks meer over. Je ziet er een heel klein beetje blauw. Wow. Dat was weer bijna suicide. En we hebben net verloren, jammer. Nou, dan gaan we er gewoon nog één potje doen. Dat was mij best wel een kort potje. Mij heeft hij iets van 7 minuten geduurd, zie ik. Ja. En dat was ook niet een heel goed potje in het begin. Even kijken. Gaan we die even kopen. Doen we die finishen. En meer hebben we ook niks. Nee, volgens mij niet. We gaan weer battelen. Ik ben benieuwd of we wat kunnen vinden. Ik ben heel benieuwd waar we gaan vliegen. Nou. Het al in het laadscherm. Het was net een potje invliegen. Was net mijn eerste potje wat ik aan het vliegen was. Dus ja, ik zou zeggen. Ik hou niet voor een beter potje. Ik weet überhaupt niet of ik net een kill had. Volgens mij had ik nog niet eens een kill. Nou, zetten we hier ook even die aan. Hier kunnen we niks. Nee, volgens mij kunnen we hier niks invoeren. Nee. Nou, dit staat ook al allemaal goed. Nou, dan zou ik zeggen, we beginnen gewoon met het slechtste vliegtuig hier, dat is deze. Op dit moment, want eentje hiervan heeft bommen en de andere twee die hebben ook nog andere betere wapens. Dus ja, dan kun je beter met het slechtste vliegtuigje beginnen. Want op dat moment is het ook nog gewoon het drukste op het moment dat je net begint. En dan gaan we eens even kijken. Ik zoek een target uit. En hij wordt mijn target, hij vliegt lekker dichtbij. En ik heb hem gezien. Yep. Dus alleen nog de kunst om hem te raken. Hij heeft hetzelfde vliegtuigje als mij. Ik moet even herladen. Dat is vervelend. En ik heb weer raak. Niet heel erg, maar ja. Kom op. Hij is ook volop geconcentreerd op die tanks van ons bezig.
Dan gaat hij weer. Ja, we hebben weer flink geraakt. Dan moet ik even doorvliegen, anders ben ik hem daar kwijt. Nu zit op dit moment ook achter mij aan. Dat is niet zo mooi. Dan maakte ik een snoekduik. Dat was echt geen slimme actie. Weet ik niet waarom door eigenlijk in één keer die snoekduik kwam. Want ik had eigenlijk mijn neus omhoog. Maar dan misschien dat ik al te ver en te stijl omlaag aan het vliegen was ofzo. Ik zou niet weten. Ja, welke pak erbij? Oh, deze heeft trouwens ook nog niks. We gaan gewoon met deze nu vliegen. Dan pakken we daarna de twee beste. Om dan nog een kleine voorsprong proberen op te kunnen bouwen. En ik heb een nieuw doelwit uitgezocht. Dan gaan we nu achteraan vliegen. Ik ben ook kwijt. Eens even kijken. Dan gaat het naar dat doelwit. Het zou zomaar kunnen zijn dat hij net is neergestort of zo, hoor. Heeft hij het nu overleefd of niet? Volgens mij niet. Volgens mij had ik hem. Ik weet niet zeker. En, yep, die had ik. Die was wel snel neer. En natuurlijk ook een teamwork-punt erbij. Ook wel lekker. En waar hij naartoe gaat, I don't know. Maar hij probeert volgens mij naar onze baas toe te vliegen. Waarvoor? Ik zou het echt niet weten. Misschien dat hij hoopt dat er een klein vliegtuigje aankomt of zo. Of geen groep, ik zou het niet weten. Natuurlijk, wij stijgen wel vanaf deze kant op. En ik ben hem wel aan het bijhouden. Of halen, bedoel ik. Bijhouden, dat doe ik sowieso. Want ik haal hem zelfs in, dadelijk. Oh, hij is hier op deze tanks bezig. En dan komen we aan. Ah, kijk. We kunnen bijna gaan mikken, denk ik. Ja. Hop, shakadee. Wow, damn. Gewoon net mijn neus omhoog gaan halen, maar net te laat. En dan heb je natuurlijk, wat mij net de vorige potje ook vaak is overkomen, een crash. Nou, nieuwe poging, nieuwe kansen. Is dit trouwens die bommenwerper? Wij niet. Nee. En dan gaan we weer. Hebben. Nee, dan meen je niet dat ik geen één kogel raak had. Wow. Ik kan hier nog taak wel weer eens een dikke crash gaan veroorzaken, per ongeluk. Want degene waar we nu tegen spelen, die vliegen de hele tijd terug naar mij toe.
Kom op. Ik kan niet zo scherp draaien met dat ding. Nou, doen we dan met een salto. En die hebben allemaal veel betere vliegtuigen dan mij. Dus we gaan eens even kijken wat we hier zo kunnen doen. Yep, dat had ik al verwacht dat hij veel te ver weg was. En we hebben weer verloren. Ik vind het wel een beetje jammer dat het ook vooral gaat om de tanks. Het zou ook best wel leuk zijn als ze gewoon een battle alleen in de lucht zouden maken. Nou, dan gaan we nog één potje proberen. En dan op hoop dat dit potje gewoon lekker gaat. Ik heb nu denk 2 kills in totaal en 2 potjes gemaakt. Dat is niet heel erg veel. Dus ja, laten we hopen dat ik nu een beter potje ga krijgen. Of misschien nog wel betere medespelers. En ik ben natuurlijk ook nog niet een van de beste. Kijk, ik ben nog maar level 3. En ik heb natuurlijk 4 van die hele erge pruttenvliegtuigjes. En ja, wat wil je dan gaan doen met 3 of 4 grote pruttenvliegtuigen? Dat is best wel lastig. Dus het is gewoon voor mij ook heel veel geluk hebben. Al speel ik natuurlijk ook wel met heel veel mensen met dezelfde vliegtuigjes. Dat wel. Maar je hebt natuurlijk ook al mensen die een hoger level hebben. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit potje gaat. Het is weer dezelfde map. Nou, dan ben ik heel erg benieuwd. En dan gaan we dit keer gewoon het anders aanpakken. En gaan we toch beginnen met een beter vliegtuig. Dat is deze. Dit is het beste vliegtuig wat ik heb op dit moment. Je ziet ook hier dus dat die extra, weet ik veel wat het is, extra munitie heeft of zoiets. Dus op het moment dat dit... Holy crap, deze heeft zelfs bommen erbij, zie ik nu. Oké, helemaal nog niet gezien, joh. Nice. En dan gaan we nu op dit moment wel eens gewoon recht op hun dingen af. Op hun grondtroepen. En dan ben ik benieuwd of het misschien helpt als je die inderdaad als eerste neermaait. Wie weet. Ik zou het echt niet weten. Nu scheelt dat ik zelf niet naar de grond toe hoef. Kijk, ik drop daar gewoon die bommen. En we hebben iets gedestrooid. En nu gaan we daar achteraan. Oeh, yep. En dat was ik. We hebben de piloot eruit geschoten. Dat is dan knap gedaan. En dan pakken we gewoon een nieuwe... En dan gaan we nu gewoon van goed naar slecht. Ja, dat snap ik ook dat hij niet goed is. Of niet goed is. Hij is wel goed, maar dat hij gewoon kapot is. En kapot is kapot. Nou, dan gaan we weer, jongens. Nieuw vliegtuigje. Ook een redelijk goed vliegtuigje. Maar met dit ding ga ik wel hier op deze af. Gewoon lekker op de vliegtuigjes. Ik kan natuurlijk wel weer voor die grondtroepen gaan, maar ik vind het zo'n groot risico, die grondtroepen. Dat doe ik dus ook liever niet. Wauw, waarom raak ik in één kogel dan? Die wak hier allemaal op, maar dat is niet gezond. Wow. Dat ging echt niet goed. Holy crap. En daar op de grond staat al... Ah nee, stond niet op de grond. Dat is ook een tactiek die heel veel mensen gebruiken. Gaan ze stilstaan op de grond en daarna gaan ze weer pas verder vliegen. Wow. Nee! Ik snap dat echt niet. Dan vliegen ze mijn cockpit er of zo af. Ik weet niet wat er dan gebeurt, maar... Het is wel blijkbaar een hele goede manier om iemand mee te killen. Oh, kijk, ik heb nog voor 1 uur en 2 minuten benzine in de ding zitten. Dus voorlopig ga ik lekker vooruit.
Ik dacht dus van niet. Oh. Ik moet hem even recht draaien. Nu is hij dadelijk de klos. Mijn motor wil niet meer opstarten. Wat is dit? Waarom stapt mijn motor niet meer? Motor? Mayday, mayday. Ik weet niet wat er aan de hand is met mijn motor, maar hij wil het echt niet bestarten. Misschien dat ik kan proberen te landen of zo. Oké, mijn wielen die komen er al uit. Nou, we gaan hem gewoon aan de grond stilzetten. En misschien dat ik nu weer kan stijgen of zo. Ik zou het niet weten. Hoe krijg ik die motor weer aan de praat? Oh. Blijkbaar niet meer dus. Jammer. Heb ik weer gevallen met mijn toren gewoon in één keer plotseling uit. Dacht ik dat ik genoeg benzine erin had zetten. Ik weet ook niet waarom die in één keer uitviel. Maar ja. Dat is het mysterie van deze ronde. En we hebben nog geen één kill. Maar ja. We gaan er gewoon weer voor. Daar staat weer een hele mooie vliegtuig of staat. Daar staat er letterlijk en figuurlijk één. Gaan we die eens even pakken. Nee! Wat doe ik? Piek jezelf recht op af. Is ook die van de andere kant niet erg, want het potje was bijna afgelopen. En dan ben ik wel heel erg benieuwd naar mijn score. Kan ik die nog zien? Nee, kan ik niet meer zien. Nou, dan ga ik toch heel even snel mijn vliegtuigen upgraden. Dat die alweer vast goed zijn. Ah, ik had wel één vliegtuig neergeschoten. Dat is al wat. Is niet heel veel, maar het is wel iets. Het is een klein beginnetje. Zo zou ik het maar gewoon noemen. Kijk, deze heeft nu ook alweer nieuwe raketten. Dat is mooi. Dat is heel erg handig namelijk. En dan is het deze finish. Ah. Die is aan. Dan kunnen we die ook al vrijkopen. Zo. En dat was het dan. Dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan hoop ik echt tot de volgende keer.